cultuur of Vlaanderen? Ja, ik had al weggegeven, mediawijs lijkt mij daar de ideale plek voor. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Bram, voor uw bijdrage. Graag gedaan. Tot nog eens, tot straks. Ik hoop dat we nog veel meer gaan horen van de mediacoaches die overal ten velde goed werk leveren. Voilà, daarmee hebben we de 3 inspiratiesprekers gehad. En gaan we even springen naar de acties van het JKP zelf. Want het is natuurlijk de bedoeling, of het is niet de bedoeling, dat het JKP gewoon een politiek document blijft waar verder niks mee gebeurt of dat als achtergronddocumentatie kan gebruikt worden. Nee, het is effectief de bedoeling om daar actief mee aan de slag te gaan, om acties op te zetten die dat JKP eigenlijk moeten realiseren. En dus het is nu even tijd om die acties te bekijken. Wij hebben voor jullie 5 mensen die echt superkort op 1 minuut tijd een actie gaan toelichten. Zij hebben daarvoor van ons ook de toelating gekregen om maximaal 1 slide te gebruiken. Dat is bij de meesten ook goed gelukt, bij anderen bijna. Maar het idee is dat jullie nu 5 verschillende acties toegelicht krijgen die oftewel startende zijn, die al gestart zijn, of die in de nabije toekomst zullen starten. En de eerste persoon die jullie zal informeren over zo'n actie, dat is Andy, over Mediawijs. En Joyce, als jij Andy even kunt spotlighten. Dit is Andy zijn slide. En dan geef ik jou graag 1 minuut, Andy, om jouw verhaal te doen. Dank wel, Sven. Goed. De actie waar die ik moest spotlighten is die rond Mediacoach. Voilà, die staat hier. Je ziet hier van alles van tekst op 1 slide. Want 1 slide is natuurlijk wel heel weinig om van alles op te gaan zeggen. Hè. Maar dus die Mediacoach, de uitleg, daar heb je eigenlijk al gekregen. Die heb je gekregen net van Bram, die dat heel goed doet. En ook heel enthousiast andere Mediacoaches begeleidt. Wat is nu de mediacoach? Je ziet daar de definitie van wat dat een mediacoach op zich is. Maar aan zich is het een opleiding van 9 à 10 dagen op een schooljaar. Hè, waarin dat we ook nog eens naast de sessies zelf ook nog een online leermodule hebben. En wat dat er ook heel belangrijk is dat je binnen de opleiding ook een soort stageproject in je eigen organisatie doet. Waarbij je ook nog eens begeleiding krijgt om dat te gaan realiseren. En dat is vooral interessant omdat je ook wat dat we zien op de sessies, de kennis die je meeneemt, dat je dan meteen in de opleiding ook de tijd neemt om dat in de praktijk te brengen. Hè. Vaak is het zo, als je een opleiding volgt, dat je nadien dan moet denken van, goh, ik zal dan eens tijd moeten maken daarvoor. Maar dit is hier niet. De thema's, je ziet ze daar staan, dat is wat dat de thema's zijn voor onderwijs. Want het klopt wel, leerkrachten zijn de voornaamste deelnemers aan de mediacoachopleiding. En dit voorjaar zetten we vooral ook in op de opschaling van de opleiding naar volgend schooljaar voor veel meer leerkrachten. Wat dat inderdaad wil zeggen, dat we jeugdwerkers, BIPs en zo verder uit de basisopleiding halen. En dat we aan het kijken zijn hoe dat we daarvoor meer op maat iets kunnen organiseren later in het jaar. Er zijn al specifieke opleidingen geweest voor basiseducatie. We hebben ook een testtraject lopen voor hulpverlening en welzijn. Ook VARO heeft bijvoorbeeld een eigen opleiding voor erfgoedwerkers geprobeerd vorig jaar. Voilà. Nu zijn we ook nog een aantal extra niveautjes aan het toevoegen. Namelijk, we willen voor afgestudeerde mediacoaches ook nog deep dives rond coaching en rond stem en coding doen. En we zijn ook aan het kijken met lerarenopleidingen en de inspectie en de koepels, hoe dat we binnen hun werk dat ook meer kunnen een basis geven. Oké, dankjewel, Andy. Ik weet, het is onmenselijk kort, 1 minuut. Het is om een beetje een flavor te geven aan de mensen en om hen gemotiveerd te maken om meer informatie te zoeken die zeker en vast
te vinden is. Super bedankt dat je hier daarvoor toch even tijd wou vrijmaken. En onze volgende persoon die Naxi gaat voorstellen is Hannelore van Opgroeien. We hebben een Hanne in de sessie. Ik hoop dat die Hanne ook Hannelore is. Voilà, exact. Ik zie u wuiven, dus dat is de correcte. En dan is hier uw slide. En dan krijg jij ook 1 minuut. En ik heb gezien dat jij er bijna 1 hebt. Dus als ik moet doorschuiven, dan mocht je het mij altijd laten weten. Je bent nog even gemute. Eigenlijk de foute versie. Dat waren de 3 ontwerpslides, maar geen probleem. Ah, oei, wacht, maar... Het was, is het deze? Nee. Maar ze zijn niet het was de volgende mail dat ik doorgestuurd had, omdat de foute versie was. Maar het maakt niet uit. Ik hoop dat de mensen het kunnen lezen, want ik kan het zelf eigenlijk niet lezen. De inhoud is hetzelfde. De communicatiedienst vond dat het anders moet. Het maakt mij niet uit. Als je het niet kan lezen voor de deelnemers, mag je mij de spotlight uitzetten als het makkelijker wordt. Maar het komt eigenlijk neer vanuit het agentschap Opgroeien, waar dat wij specifiek inzetten op een fusie met kind en gezin en het vroegere jongerenwelzijn, jeugdhulp genaamd, zijn wij gestart in januari van dit jaar met het project Bandbreedte. En wij willen eigenlijk inzetten op meer betrokkenheid en verbondenheid via offline en online werken. En we willen ook niet enkel in real life, maar ook virtueel of online dan onze ondersteuning verbreden. En dat zorgt voor ons letterlijk voor meer kansen om extra bandbreedte te krijgen met de jongeren, de gezinnen en ook de kinderen die wij ondersteunen. Wij zoeken naar meer manieren om onze jongeren te begeleiden, bredere wegen voor jongeren om ons ook te bereiken en bij jeugdhulpwerkers terecht te kunnen komen en zo te bouwen aan een diepere band en een betere ondersteuning. Want er is inderdaad maar 1 leefwereld en we merken dat binnen heel wat welzijnssectoren er toch nog wel vertrokken wordt van 2 leefwerelden. Wij zetten de komende 4 jaar heel hard in op de Big 4, zoals dat wij noemen. Het beeldbellen en het chatten en de focus op veilig en online communiceren binnen de jeugdhulp voor de jongeren en de gezinnen en de ouders en ook de kinderen, dat zij heel vlot toegang krijgen tot een jeugdhulpbegeleider of toch een iemand die hen kan ondersteunen. Daarna zetten wij ook in op een change-traject voor de sector jeugdhulp zelf. Wij zijn zelf met Andy in gesprek rond mediacoaches. Het traject rond welzijn loopt bijna af. Voor jeugdhulpmedewerkers moet dat apart. Maar ook mediawijsheid in de leefgroep. Welk materiaal is daarvoor nodig? Maar ook het integreren van apps in de begeleidingstrajecten en de online app store die in januari gelanceerd is. Daarnaast hebben wij een 3e pijler. Wij hopen tegen eind van het jaar, naast het burgerprofiel dat iedereen nu leert kennen voor zijn vaccinatie, ook een jongerenprofiel te hebben, waar de jongeren eigenlijk eigenaar worden van hun eigen gegevens, kunnen schakelen, maar informatie ook terugvinden, zoals bijvoorbeeld voor hun rijbewijs. Maar ook evengoed hun jeugdhulpgeschiedenis, maar ook evengoed hun schoolloopbaan. Dus het kan van alles zijn. En dan zijn wij nu hardzoekende met heel wat expertisecentrumen in Digitaal Vlaanderen naar een digitale werkruimte, waar dat jongeren eigenlijk kunnen samenwerken en dat zij zich geen zorgen moeten maken over de veiligheid, maar wij als overheid wel, maar waar ook zij met hun netwerk en hulpverleners vlot kunnen samenwerken, communiceren, overleggen en dat zij een stuk aan zet zijn. Dus dat zijn onze 4 grote pijlers en straks kan ik meer uitleg geven, maar ik denk dat mijn minuut gepasseerd is dan. Ja, dat klopt inderdaad. Sorry voor de mix-up met de slides. Maakt niet uit. De boodschap was hetzelfde. Voilà, we hebben de boodschap duidelijk doorgekregen. Dat is inderdaad het belangrijkste. Joost, het woord is aan... het is eerst aan Ellen. Excuseer, Ellen. Ellen van der Boven, jij hebt de volgende actie om voor te stellen. Ik geef jou graag het woord. En als Joyce jou kan spotlighten, dan kunnen we je ook zien. Hallo, ik vermoed dat ook Andy deze slide gaat toelichten, want ik heb die niet gemaakt. Ja. Oké. Okay. 2 keer Andy voor de prijs van 1. Sorry, ja, er is veel Andy. Nee, geen probleem. Je doet dat goed.
Ja, sorry, ik heb mij al afgesproken inderdaad om dit nog even toe te leggen, omdat het departement onderwijs Mediawijs ook gevraagd heeft om specifiek om het maken of het opstellen op school van een sociale media beleid, om daar een tool voor van te maken. En daar zijn we nu mee bezig. We willen vertrekken van het nieuwe grenswijs.be, wat dat door Sensoa, Icoba en Pimento gemaakt is als een soort tool, online tool om uw integriteitsbeleid een stuk rond te gaan opbouwen voor verschillende sectoren. En dus daarmee gaan we dan andere werkvormen, zoals de cyberscan en Let's Talk About 16, gaan integreren naar één ding rond het sociale mediabeleid. En dan het andere stuk is rond cyberpesten. Er is al heel veel gebeurd. Kijk maar naar tegencyberpesten.be rond cyberpesten en hoe dat je daar preventief mee aan de slag kunt. Maar de vraag van het departement onderwijs was ook om rond hoe kunnen we gaan reageren op het moment dat het gebeurt, om ook daar rond meer te gaan werken. En daarvoor zijn we dus flowcharts aan het maken voor de zorgprofessionals in onderwijs en ook een opleiding voor zorgprofessionals binnen onderwijs aan het opstarten die na de zomer zal starten. Dankjewel, Andy. En dan is het nu effectief de tijd voor Joost, die jullie daar straks al even aan het woord hoorden. Die gaat iets vertellen rond kinderen en hun mediawijze rechten. En Joost, je bent nog even gemute. We horen je niet. Nu ben ik voilà. Joost erbij wel, hè. Maar ik heb de slide gedeeld, maar jij ook zeker. Jij hebt die ook gedeeld. Ja, voilà. Ik doe dat speciaal voor u. Dan moet jij enkel focussen op de minuut. Ja, is dat voor, ik denk dat... mijn punt. Dus kinderen hebben heel wat... Er zijn wat ondertussen gebeurd rond het bepalen van de mediawijze rechten van kinderen. We hebben dat uitgebreid gehoord van Eva Lieves daar straks. Dus op een eerste drie streepjes ga ik eigenlijk niet verder ingaan. Maar Eva verwees ook naar het feit van we zijn net binnen de Raad van Europa bezig aan het werken aan een nieuwe strategie kinderrechten met onder meer de prioriteit rond mediawijsheid en we willen dus ook de meningen van kinderen en jongeren ook uit Vlaanderen meenemen en dat is een project dat we concreet hebben uitbesteed aan Keki en Mediaraven die dat voor ons nu in de maand juni-juli gaan uitwerken en die we dan naar de goedkeuring van de strategie eind van het jaar willen hun meningen meenemen en dan in de lancering kinderen en jongeren begin volgend jaar ook willen laten deelnemen aan de conferentie van de Raad van Europa. En de tweede werken we ook aan de vertaling naar het Nederlands van die documenten enerzijds en ook zullen we later werk maken van dat project om het samen met kinderen en jongeren aan een kindvriendelijke vertaling te werken. Alsjeblieft. Dank u wel, Joost. En de twee laatste sneak peeks van de acties worden voorgesteld door Doreen. En de eerste gaat over digitaal jeugdwerk. Ja, dat klopt inderdaad. In het JKP staat ook een actie opgenomen over digitaal jeugdwerk. En het doel van die actie is om kinderen en jongeren te stimuleren als makers van online vrije tijdsactiviteiten. We willen daarop inzetten via het jeugdwerk en via lokale netwerken. En we willen daarbij ook heel specifiek inzetten op digitale makerspaces en coding-initiatieven. Die actie is er meegekomen onder impuls van een resolutie van de Europese Unie uit 2017 over slim jeugdwerk. En een aantal concrete activiteiten die momenteel al op de agenda staan of die in uitvoering zijn, is een onderzoek rond digitaal jeugdwerk dat momenteel uitgevoerd wordt en waarbij we zicht willen krijgen op en een grondige beschrijving van digitale praktijken. Daarnaast willen we ook een strategisch netwerkproject rond digitaal jeugdwerk binnen Europa in de kijker zetten en daar meer zicht op krijgen. En waarbij we ook willen inzetten op peer learning en eigenlijk goede praktijken zoeken in binnen- en buitenland en die met elkaar verbinden. En daarnaast willen we ook een leernetwerk opstarten waarbij we de zichtbaarheid willen verhogen en inspiratie willen bieden rond nieuwe initiatieven rond digitaal jeugdwerk. Dat was de eerste actie. En de allerlaatste actie
Ja, tot slot willen we binnen deze prioriteit ook inzetten op een actie die gaat over journalistiek door kinderen en jongeren. In het JKP staat die actie als volgt. We bevorderen jeugdjournalistiek door kinderen en jongeren. Initiatieven die kinderen en jongeren versterken in hun informatievaardigheden. Nu, het doel van deze actie is effectief om kinderen en jongeren als actoren te versterken binnen het huidige medialandschap. In tijden van een enorme informatie-overload, fake news, echo chambers, is het belangrijk om jongeren zelf aan te spreken ook in hun vaardigheden om media te creëren, zowel online als offline, om informatie te verwerken en ook met die informatie aan de slag te gaan. Informatie dat ze dan kunnen overbrengen aan leeftijdsgenoten of aan andere organisaties of beleidsmakers zelfs. Dus dat is waar we met deze actie op willen inzetten. Momenteel zijn de eerste gesprekken daarover lopende en zijn we nog een beetje aan het kijken van hoe kunnen we dat traject verder vormgeven. Het is de bedoeling dat dat deze zomer verder uitgewerkt wordt en dat we een eerste opstart voorzien in het najaar/begin 2021.